Sjas, op het mooiste, ja, bijna het mooiste plekje van Nederland. Aan de Vecht, Ommen. Ommen, ja. Molen op de achtergrond, hoe Nederland ze weer hebben. En wij zitten hier om de vlog, onze bijdrage, op te gaan nemen voor het LAX. Het LAX is dan weliswaar voor het voortgezet onderwijs, maar ik vind het wel belangrijk te benadrukken. Wij zetten heel erg in op het leren, spreken van de Nederlandse taal. Jij bent voor mij het bewijs dat het werkt. Want jouw taal van geboorte is niet Nederlands, hè? Nee. Het is Arabisch. En ik vind dat iedereen moet hier integreren in Nederland. Moet de Nederlandse taal lezen, of leren lezen en inschrijven. Precies. Ja. En dat doe je meer in de samenleving, niet alleen bij een politieke partij, maar kun je ook nog werkzaam zijn in het onderwijs, zoals jij. Dat klopt, ja. En de ICT ook nog. Nou, kijk aan. Dus, zo kun je zien van, kijk, iedereen heeft talent. En ja, het gaat er alleen om, het talent te ontwikkelen. Kijk, en datzelfde geldt ook als iemand kiest voor een ambacht. Jonge mannen, jonge vrouwen. Maar ook als jonge vrouwen zeggen, ik wil eerst in het gezinsleven. Ja, dan moet je dat gewoon waarderen. En vooral als opleiding ervoor zorgen dat er een aansluiting is voor na het gezinsleven. Datzelfde geldt feitelijk ook naar de scholen. Kijk, de scholen worden iedere groter. Het gaat er bijna om van wie heeft de mooiste, grootste school. Terwijl het eigenlijk moet gaan om de mens achter de leerling. Daar zetten wij ervoor in. Hetzelfde geldt ook voor de hogescholen en universiteiten. Die zijn prima hier in Nederland. Alleen we moeten ook zorgen dat het voor de Nederlandse student aantrekkelijk is. En aantrekkelijk blijft. En dat het niet zo is dat het interessanter is voor een hogeschool of een universiteit om buitenlandse leerlingen aan te nemen. Vandaar ook dat de verrekening van de collegegelden gewoon naar de overheid gaat en vandaar de vergoeding. Anders worden onze eigen leerlingen achtergesteld. In kort, misschien nog wel handig, even onze hoofdpunt beschrijven. Kleinere klassen en minder grote leerfabrieken. Onze hogescholen en universiteiten meer inzetten voor ontwikkeling medicijnen en duurzame energie of vervanging fossiele brandstoffen. De Nederlandse student moet daarentegen meer gesteund worden door lagere collegegelden en herinvoering van de basisbeurs, ook vooral heel erg belangrijk. En in het hoger onderwijs wordt in de bachelorfase de voertaal Nederlands. Dat zijn de headlines van Wij zijn Nederland voor wat betreft onderwijs. Het is dus een integrale oplossing van eigenlijk voor schoolse opvang tot en met het uitstuderen. En ook daarna nog, ja, ik zou bijna zeggen, leven lang leren. Ja, precies. Nou, dank je, Jos. En dat ook de mensen, de stemgerechtigden via het LAX, kiezen voor lijst 34, Wij zijn Nederland.